Yo, what up? Het is mooi demo. En we kijken naar een nieuwe aflevering van Punch-Out Battles The Judgment. En dit gaat om de bijna finale event die we laatst hebben gehad. Ik ben zoals altijd met mijn top juryleden. Kimo, gastjurylid Menace Day. Hier hebben we Tim Beumers en Excellent. En de battle waar we het nu over gaan hebben, dat is Draak tegen Aholo. Excellent, wat vond jij van deze battle? Was wel duidelijk voor Draak, man. Oké. En nou, dan gaan we naar de cijfers. Waar hou je dat? Voor mij waren hun eerste battle van de dag. We moesten het ijs breken, als ik het goed herinner. De tweede. Nee, we waren de tweede, ja. Van Sinatra, Mike. Okay. Ja, dus ze moesten een beetje leven in de brouwerij brengen, weet je. Mm-hmm. Dus, is dat gelukt? Draak is het een beetje gelukt wel. Want hij had wel, hij kreeg wel crowdreactie. Mm. En Angelo die was beter dan zijn vorige performance, maar nog niet echt. Wat je zegt, nog niet daar. Nee, nog niet daar, man. Hij had nog niet goed gekookt. Nee, nog niet, man. Hij moest nog een paar... Had hij wel de ingrediënt? Hey, fuck jullie, man. Voor mij is thuis Excellent. Heeft een baby thuis. Hij heeft heel zwaar vandaag. Oké, maar... We mogen er wel van. Draak was beter. Het was het nog niet, zeg maar. Het was het nog niet. Nee, nog niet. Okay. Ze hebben de ingrediënten inderdaad, maar ze moeten wat anders proberen te koken met diezelfde ingrediënten. Oké, redelijk. Tim, jouw mening over deze battle? Vond je hem ook duidelijk voor Draak? Hij was wel voor Draak, maar dat kwam vooral omdat Aholo nog steeds niet zo goed is. Aholo heeft gewoon een soort van geconcludeerd dat Draak rood haar heeft. Iets wat ons waarschijnlijk allemaal ook wel opgevallen was. En je dacht van, nou laten we daar gewoon... drie rondes op inzoomen op het feit dat jij rood haar hebt. Je hebt echt het gevoel dat hij drie rondes lang gewoon over het haar van... Ja, ongeveer wel, ja. Eigenlijk een van de leukste dingen wat hij zei was... op een gegeven moment ging het over... Aholo zei, ik heb je wijf geneukt. Daar heb ik er €1000 voor gegeven. Nu ligt ze op de bank met drie ruggen. Ja, over het feit dat ze, zeg maar... aan twee kanten van haar lichaam plat is. Net als niet ik. Ja, weet ik, maar... Wat ik ook echt super grappig vond, Aholo gooide een challa-mannetje, dat is namelijk, hij diste deze en daarna gaf hij hem een shout-out. Dat vind ik een challa-mannetje, want dat deed challa van keer. Taser, maar fuck ja! Het van dat je iemand een compliment geeft en dist in één. En wat ik fijn vond aan wat Aholo deed, is dat moeten meer mensen doen. Dat iemand je een bok wil geven of een hand midden in de battle. En heel vaak mensen die trappen dan in, gaan ze erheen en denken van ja, doe je toch niet. Geintje. En dat probeerde Draak ook bij Aholo. Stond hij altijd zo, Aholo, kijk in mij gaan van, please. Gewoon eerlijk. Nee, gewoon, je krijgt het niet. Niks, ja. Gewoon, wat denk je nou, ik een Mogol ben. Ik van, ja, gelukkig. Eigenlijk iemand die het begrijpt. Ja, eigenlijk iemand die denkt van, serieus, daar trap je toch niet in, weet je. Ja. Zelfs als ik zeg, hé, je veter is wel. Ja, zo, voor is die kip van jou, tok, tok, tok. Zulke dingen. Ik heb het niet. Nee, oude mensen. Aholo, eigenlijk het einde van zijn derde ronde was oké. Dat ik dacht van, nou, als je dat nou zeg maar doet over de rest van de rondes, kan ik je de volgende keer voldoende geven. Okay. Draak, ik weet niet wat ik heb met Draak, man. In ieder geval geen relatie. Maar ik weet het niet. Hè? Waar komt dat ineens vandaan? Maak het nou uit. Ik vond het sowieso leuk, had zijn familie Hype Squad weer bij zich. Dat is echt zo. Het was net als Draak, dat is het net of je naar een tv-programma kijkt met studiopersoneel. En dan zegt hij iets tofs en dan zitten er vijf mensen achter. Hey! Zodat de rest gaat meeklappen. Hij had zijn eigen klap. Had zijn Hype Squad. Hij had zijn eigen cassettebandjes. Ze waren er weer. Ze waren er weer. Echt top. Maar niet echt. Nou, ik weet niet, man. Hij had best wel goede bars, maar elke keer als ik hem zie, denk ik van ja, ik weet niet, ik mag je gewoon niet. En ik mag hem wel, ik vind hem wel aardig, maar er is iets aan zijn hoofd waar ik op wil slaan of zo. Niet, ja. Nee, ik wil je gewoon op je bek slaan. Ja! Sommige mensen hebben gewoon zo'n hoofd, dat je denkt van ja, jou zou ik echt graag op je muil slaan. En dat doe je dan niet, want ja, dat ligt bij jezelf. Dat gaat niet, ja. Niet zomaar. Nee, dat ik had het niet naar beneden lopen, ze gaan eerst draaien, gewoon je paus. Dat doe je niet. Nee. Dat is één keer gebeurd bij Punch-Out. Ja, maar dat was ook niet random. Laten we het daarbij laten. Maar inhoudelijk gezien, had wel goede shit. Weet je, hij had een paar dingen en zei van, gaat je moeder naar de hemel, dan stort de hemel in elkaar. Ja, vind ik leuk. Moedergrapjes over dik zijn, altijd goed. Okay. En op een gegeven moment ging hij een heel stuk over dat het neefje van Aholo Down-syndroom had.
Ja, die ging wel heel ver. Ging heel ver, maar op een gegeven moment zeiden die van, misschien moet je jezelf ook eens laten testen. En toen dacht ik van, nou, als je nou die hele personal scheme over dat down neefje gewoon simpel had gebracht naar, hey, ik heb gehoord dat je neefje down hebt, maar kijk je hoofd, laat jezelf nou ook eens testen. Okay. Dat was gewoon grappig. Maar al die dat, dingen ertussen, ja, dat was helemaal niet nodig. Ja, toch, dat was al leuk. Dat was wel één zin, daar zei hij van, ben je net zo'n Mongoolse neef of zo, die kwam er wel lekker uit. Ja, hij had wel een paar, ik had wel het gevoel dat hij in die scheme wel een paar toffe ertussen had of zo. Ik vond het wel dat hij best wel een goede performance heeft neergezet eigenlijk, om eerlijk te zijn. Je bent niet eens met zijn... Nee, ik ben de vorige keer of de keer ervoor zei ik dat ik het een draak van een battle vond. Dat was ook was niet altijd best. En deze was een stuk beter, hij had mij wel in ieder geval positief verrast. Ik vond ook zijn insteek, weet je, Hollow zou dan christelijk orthodox zijn. Dus hij ging de Heer aanpakken, zeg maar. Jezus. Ja, hij ging heel diep op wat geloof in. Hij zei van, ja, ik denk dat je terugkomt, maar, of dat Jezus terugkomt, maar hij is aan een kruis gespijkerd en niet aan een boemerang. Die vond ik wel nice. En hoe doen we Jezus die, wat zei hij ook weer, sit-ups doet op een kruis. Zei die crossfit, die vond ik ook wel grappig. Ook in een tijd, hè, laten we dat ook zeggen, waar allemaal idiote christelijke mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen het recht om abortus te plegen, vind ik dat wel lekker. Feminist schema dan, ja, vind ik lekker voor. En wat ik ook nice vond, hij had wel die energie, hij ging ervoor. En jij was wanneer, waarom zit hij te schreeuwen, zo baas? En daarna kreeg hij een slokje fristie, dat zag ook wel. Nou, dat was fristie aan het denken, dat zag ik. En wat heeft hij van gehoord dan? Ik vond hem, ik vond dat echt niet zo heel best, man. Die drie ruggenlijn heb ik opgeschreven. Ik vind, ik weet niet, zijn pointjes landen gewoon niet echt of zo. En waar ligt dat aan, denk je? Dat kan aan de delivery liggen of aan de pointjes. Tim wil iets zeggen, ik hoor gewoon. Als hij helemaal begint, dan stopt hij niet zo snel. Dus ik kan nog één ding zeggen over Hollow. Hij had ook zo'n foto van familie. Maar die landen ook echt totaal dat, niet. Ja, het was niet iets geks of zo. Het was gewoon random, van dit is zijn familie. Ja, ja. Weet je, volgens mij had zeg maar een ski, want ik zag dan de foto niet zo goed, zeg maar. Ja. Maar wat ik hem hoorde zeggen was zeg maar van, hier staat je moeder, hier staat je vader en hier staat de vriend van de familie. En een soort van, je lijkt meer op de vriend van de familie. Nee. Okay. Volgens mij was het toch zoiets. Die zei van, ja, je lijkt niet op je pa, dit, dat, maar deze allebei kijken. Geen rood haar, yes. Allebei geen bril. Ja. Dat was het meer, soort van. Oké. Manage jouw ouders zijn ook niet dik. Ja, maar ja, dat is wel anders dan, zeg maar. Ja, ik vond het, dat papiertje vond ik ook heel... Hij zegt eerst in ronde 2 gaat hij dreigen van wacht maar ronde 3 of zoiets. Yeah, yeah. En dan kom je in ronde 3 en dan je met een familiefoto. En dan, dan blijft het daarbij, weet je. En je vraagt me van wat kan er aan hem toffer zijn als hij het beter rijmt en pauze neemt. Die gast ratelt alles er in één keer uit. Gewoon, ik wist op een gegeven moment niet meer waar ze begonnen. Over draken heb je het nu toch? Nee, over Ahorlo. Over Ahorlo. Ja. Die raadt het gewoon in één stuk door en dat vond ik, ja, dat is gewoon niet te volgen. Nou, dat vind ik wel een hele goede bruikbare tip. Ja? Dankjewel, ja, mensen. Als af en toe even, bij deze, even dus. Adem passen en dan ook bij andere MC's hebben we dat ook in het verleden meegegeven. Ja. Bruikbare tip van de chain. Dus het feit dat hij zeg maar zijn barst te veel achter elkaar blijft patatatatata. Ja, ja, en niet een vet rijm. Gewoon, je kan even net iets langer eraan zitten dat het net iets beter klikt of zo. Dan zou het verder geweest zijn. Ik vond Draak heel goed. Ik vond hem shit over dat Down syndroom ook net iets te ver gaan. Weet je, kijk, waar ligt de grens tussen gewoon willen shockeren en daadwerkelijk iets tofs zeggen? Wat jij net zegt, als je gewoon had gezegd van hey, wanneer laat jij je testen, was het denk ik iets respectvoller geweest. Maar moet je respectvol zijn? Nou, ik vind het wel. Ja, ja. Nee, je hoeft niet respectvol te zijn, maar je gaat gewoon maar shockeren om te shockeren. Ja, vind ik niet. Ik snap. Dus, oh, en, je hebt geen benen. Ja, ja, precies. Ja. Weet je dat? En hij zei op een gegeven moment iets van: jij bent uit Syrië gevlucht, want daar hebben ze geen McDonald's. Die vond ik wel even. Daar ging ik wel even. Wat is zeg maar met zulke grapjes? Doordat hij tussendoor zo heel serieus Hitlerjugend kijkt, dan komen zo'n soort geintjes zeg maar niet aan. Terwijl als hij zeg maar zo'n soort geintjes non-stop zou leren, denk ik dat ik hem veel toffer zou vinden. Maar hij kijkt dus Hitlerjugend. Ja, dat zei ik toch? Op share en dan dat, ja. Denk ik dat het daar aan ligt. Ja. Ja. Of dat hij altijd zo doet, dat is heel raar. Kan ik, precies. Ja, militaire achtergrond. Ja, hij zei het. Ja, en ik vond hem de eerste ronde, Draak dan, vond ik hem zwak eindigen en de tweede en de derde best wel sterk.
Want volgens mij eindigde die tweede met dat McDonald's ding en de derde met wanneer laat jij je testen. Mm-hmm. En dat vond ik wel tof. Dus, en Arollo vergat volgens mij zijn tekst ook in de tweede ronde. Ja. Heb ik hier staan. En dat vind ik zo kut altijd als dat gebeurt. Dan ja. ben je echt 10 seconden mijn aandacht kwijt. Omdat ik daarvoor moet verwerken dat je gewoon dom bezig bent. Nee. Ja, dat vind ik echt irritant. Okay, dus als iemand chokt voor jou is het gelijk. Zeg maar. Nee, als je hem redt met iets, dan vind ik het wel mooi. Maar ja, dit wordt niet echt gered. Nee. Nee. Ik vind met die derde ronde bedreigingen, allebei deden ze aan het einde van de eerste ronde, wacht maar tot de derde ronde. Ja. Ze begonnen de tweede ronde, ik denk, nou, sla die dan maar gewoon allebei over. Ja. wacht maar tot de derde ronde, laat maar niet wachten. Ik heb zeg maar ook het gevoel dat op het moment dat je zeg maar zegt, mijn derde ronde ga ik je killen, dan denk je van, oké, maar waarom heb ik dan de eerste twee rondes van je gecheckt? Dat ik gewoon even ga roken en dan waarom zou je dat ik je zeg maar op je muil sla en dan zeg wacht maar, straks ga ik je echt hard slaan. Eigenlijk dis je jezelf door te zeggen dat je eerste en tweede ronde dan een soort van niet tof aan. Nee, dan niet alleen. Je zet jezelf ook gewoon voor jezelf de lat nog twee keer zo hoog. Ja. Maar mensen gaan dan echt over. Oh, okay, de ronde zal heel erg de shit zijn. Ja. Kom je aan met ik heb het één keer gezien, zeg maar, dat het ook echt nut had, soort van. En dat was in die 2-2 van QC. Dat ze echt in elke ronde zeiden, in de derde ronde ben je fucked up. En in de derde ronde ging het ook echt over die misbruik en die dan heeft het nut, zeg maar. Dat vond je leuk, hè? Ja. Ik vind dat soort bars wel altijd tof, man. Misbruik, wat ik helemaal tof vind, is om te weten wat voor cijfers ik geef. En daarom begin ik bij Excellent. Jouw cijfers voor Draak Aholo? Aholo 5,5, Draak 6. Oké, net iets meer voor Draak. Oké, Menace D? Ik had Arollo een 5 en Draak een 7. Oké, echt wel een duidelijker verschil. Ja, ik vond Arollo gewoon slecht. Oké. Dus, wat is dat streepje achter die 5? Lijkt op een min. Ja, dat weet ik niet. Een streepje lijkt op een min. Kimo, ja. 2007. Lekker. Oké. Cool. Als jij op jouw eigen blaadje let, dan kan je ook de cijfers. Ja, dan heb ik, begint het cijfer al ook met een 5, maar dan niet een streepje erachter, maar een komma en nog een 5. Oké, 5,5. 5,5, dat is gewoon gunnings. Een mooie ronde 5,5. Gunnings van de boy, een symmetrische 5,5. Oké. Okay. En ik vond Draak inderdaad, ik vond de Draak duidelijk beter en dan krijg ik van mij een mooie 7 mee naar huis. Oké, leuk. Hey. Ja, maar jij kijkt op één lijn. Ik moet niet verder kijken. Nee, leuk verhaal, man. Ik had een 5,6 voor Aholo. En ik had een lelijke 7 voor Draak. Aangezien jij een mooie 7 had gegeven, dacht ik dat compenseert lekker. Okay, maar ook wel echt een duidelijk verschil, zeg maar. Bij jou. Ja, als je zeg maar die twee cijfers naast elkaar legt, wel. Ja. En hun performance ook, dus. Ja. Dat is wel knap voor iemand die dan toch liefst op mij of zou willen slaan. Ja, maar ik bedoel, sommige mensen verdienen een hoog cijfer en een klap op mijn mouw. Dat is gewoon helemaal niet gek. Arollo had het ook wel door, want hij stond boven naast me en het enige wat hij zei tegen me was, ik ben gebodied. Maar dat is iets wat hij was in presence of the champ. Oh ja, tuurlijk. Ja. Hebben we de gemiddelde? Yes, onze Aholo is geëindigd op een 5,4 als gemiddelde eindcijfer. En Draak is geëindigd op een 6,7. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die beslissen wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ook jij hebt mogen meestemmen. Als je nu naar punchoutbattles.nl gaat, dan zie je wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik dank mijn juryleden Tim Beumers, Excellent, Timo en zijn gastjurylid Mennis. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgments. Mijn naam is Demo. Bra!